We zijn dit keer bij Henny Holteman uit Heino. Hij heeft een interessante verzameling, waar we natuurlijk graag iets meer van willen weten. Henny, je bent wel een echte verzamelaar, hè? Ik heb heel veel verzamelingen, wat heel variabel is en heel complex is. Ja, hier bijvoorbeeld staan we bij de religieuze artikelen. Hè. Hier achter mij zie ik bijvoorbeeld al een aantal wijwaterbakjes. Ja, dat klopt. Hier hangen een aantal wijwaterbakjes. Alleen het middelste schilderij is heel bijzonder, omdat het mij mevrouw zijn moeder op de kamer heeft gehangen. En dat is een Antonius en die is al behoorlijk oud. En die heb ik ook zelf laten restaureren. Ja, dan zie ik hier een groot aantal kruisbeelden hangen. Zijn er nog bijzondere exemplaren bij? Ja, er zijn wel wat bijzondere exemplaren bij. Er hangt een kruisbeeld bij wat mijn vader gemaakt heeft. Voordat hij overleden is met snijwerk. Ja, en verder is de verzameling eigenlijk ontstaan door gewoon heel veel kruisbeelden die we tegenkwamen en heel veel gekregen hebben. En hier op de grond staan een groot aantal beelden. Hoe kom je eraan? Nou, dat is vaak geluk hebben. Ik krijg regelmatig toch van mensen, van familie en van kennissen. Ik kom er wat op rommelmarkten tegen, omdat ik daar wel vroeg naartoe ga. En heel af en toe koop ik eens wat in een kringloopwinkel. Ja, dit is een Antoniusbeeld. Dat is een beeld met een kindje op de arm. Hier heb ik een heel mooi Maria-beeld. Maria heeft ook een kindje op de arm. Dit beeld is een Theresia-beeld. Dat is een figuur met daarbij een kruis en rozen in de hand. En het beeld komt bij mijn vrouw en ouders van huis weg. Deze knikengel stond vroeger altijd in de kerk bij kerstmis, bij kerstal, bij de katholieke kerk. En als men er dan was, dan mochten de kinderen daar een muntje in gooien en ging het hoofdje ging bewegen. Ja, het lijkt hier wel een klein museumpje, want we gaan nu deze ruimte verlaten. Maar gaan op weg naar een andere verzameling, hè? Dat klopt. Er zijn natuurlijk meerdere verzamelingen in dit huis hier te zien. Ja, wat was nou de aanleiding om met deze verzameling te beginnen? Nou, dat is eigenlijk gebeurd door het feit dat Willy, die mijn vrouw, die had vroeger een horenzien en zwijgen aapje ergens staan. En dat was een kurkentrekker, een flessenopener. En dat ziet er dus zo uit. De flessenopener, de kurkentrekker. En de kurk, die op een fles kon. En dat was de eerste, en daar zijn we mee begonnen, en van het een komt het ander. Nou, het komt vanuit Japan, en het gaat er eigenlijk om dat je geen kwaad hoort, geen kwaad ziet en geen kwaad doet. Nou, dat zijn er ruim 120. Die komen uit alle delen van de wereld. Als we op vakantie gaan, nemen we er meestal eentje mee. Ook hier is het zoeken links en rechts naar wat marktjes, wat andere dingetjes. En horenzien en zwijgenbeeldjes zijn er in wat verschillende vormen. Hoofdzakelijk zijn het aapjes, maar er staat een boeddha tussen, staat wat eekhoorntjes tussen, wat olifantjes. Dat is wel heel erg leuk. Nu komen we hier bij de speldjes. Hoeveel heb je ervan? Nou, ik weet het niet precies, maar ik denk dat het ver over de 20.000 stuks gaat. Vroeger, toen ik zelf klein was in de jaren 60, was ik een jaar of 10. Toen was het echt een rage, hè? Nou, toen kregen ze bij allerlei boodschappen, overal kregen ze bij. Het was natuurlijk de kunst om dat te doen. Nou, dat ging in een trommeltje. En eigenlijk een jaar of 20 geleden heb ik het weer opgepakt en ben ik weer gaan verzamelen. Ja, al die speldjes zul je toch wel op een of andere manier ingedeeld hebben, of niet? Ja, dat klopt. Ik heb een aantal speldjes in laden zitten op alfabet. Dat zijn dan zeg maar de reclamespeldjes van vroeger. Voor mij de belangrijkste speldjes zijn sport en auto en bromfiets en motoren. En die heb ik in bakken gedaan. En daar kun je precies zien wat is. Dat is wel heel erg leuk. Ja, ik heb wel bijzondere series. Dit zijn er zo een paar. Een compleet kaartspel van Casimir. Dat was vroeger een sigarettenmerk of sigarenmerk. Een complete serie treinen. Van allerlei plaatsen zitten bij. En ik heb in het album zitten een aantal ministers van die tijd.
Nou, dat zijn mijn dubbele. Ik denk dat het er ongeveer 10.000 tot 12.000 zijn. Ja, en dat is nog niet alles. Want ik zie er weer een heleboel brandweerauto's. Ja, dat klopt. Ik ben al ruim 33 jaar bij de brandweer, vrijwillige brandweer in Heino. Vanuit het oogpunt begin je eens een keer ergens aan en dan kom je een autootje tegen. En van het ene autootje komt het andere autootje. Dus dan bouw je weer een verzameling op. Het zijn er ongeveer 120, denk ik. Ja, daaronder heb je ook nog weer een aantal auto's staan. Wat zijn het voor auto's? Nou, dit zijn Burago's. Burago's zijn auto's die gemaakt worden als speelgoedauto in Italië. Schaal 1 op 18. Hoofdzakelijk heb ik alle dozen er ook bij. Kenmerk van Burago is dat ze zijn van metaal. En alles kan open en dicht. Bijvoorbeeld een deurtje, een klepje. En als je erin kijkt, zie je bijvoorbeeld ook dat het motortje erin zit. Nou, dat is het bijzondere. Het stuur kan draaien. Dat zie je dus ook als je hier aan draait. Gaan de wieltjes op en neer. Dus eigenlijk is alles bijzonder. Burago maakt geen Ferraris meer, want dat mogen ze dus inmiddels niet meer. Het model wat ik hier in mijn handen heb is een model van de Testarossa. En dat is een bijzonder exemplaar van Italië 1990 wereldkampioenschap voetbal. Hebben we alles nu zo'n beetje gehad? Nou, we hebben het meeste gezien. Er zijn nog een paar dingen. Sinds 2 jaar geleden ben ik eigenlijk begonnen met het verzamelen van theelepeltjes. Ja, en daar heb ik er inmiddels ook al heel veel van. Je blijft er weer doorgaan, hè? Ja, het blijft natuurlijk hartstikke leuk om te verzamelen. Elke verzamelaar blijft een verzamelaar. Ja, maar stel je voor dat er kijkers zijn die zeggen, hé, ik heb eigenlijk ook nog iets voor de verzameling. Dat kun je dan wel gebruiken? Nou, een verzamelaar is natuurlijk altijd heel erg blij met dingen die hij erbij krijgt. Dus ik hou me van harte aanbevolen voor aanvulling op mijn verzamelingen.